We moeten deze winnen. Duitsers ook, hè? Ja. Oh, dit is wel een lekker veldje, dit. Dat is hetzelfde. Nee, nee, nee. En zo raken ze de bal weer kwijt op het middenveld. Het thuisspelende team gaat in deze opstelling... Keeper! Vind jij dat het opvallend is dat het veld is? Ja, best wel. Het is geen systeem dat heel vaak wordt gespeeld. Zo! Yo, hij doet die, ja. Hij struikelt gewoon. Hij doet een actie die helemaal verkeerd gaat. Oh, let's go, echt van die jongens die alleen maar... Lamiat. Nou, hij gaat schieten of probeert niet allemaal dichterbij te komen. Zo, scheids. Meen je dit? Zelfs met de laatste man gaat hij dit soort dingen doen. Hier kan ik niet tegen, hè? Ik ook niet. Oh, ik wil niet zo graag een slijding maken. Of... Nee. Nee, joh. Laat gaan. Ik ga echt, ze lukken altijd achteraan. Wow, wat een rare doeltjes, joh. Nee, doe normaal. Dan gaan we dit ook nog krijgen. Hier. Wat is dat? Dat is een max leiding. What the fuck? Deze score gelijk is de kans. Hey, ga weg. Dit is echt bullshit. De keeper zit er goed bij en raakt die bal ook nog aan, maar het is net niet genoeg. Dat zal die balen. De eerste goal wordt gescoord. Hij weet niet waar ze op is, hè? Een uur voordat hij opstaat, wat doet hij? Oh. Ja. Ze lopen gewoon over elkaar heen, joh. Dat kan niet. Rustig ademhalen. Meen je dat? Ik word helemaal zoek gespeeld ook, hè? Hagen Ajax. Dat ziet er kansrijk uit. Yo. What the fuck, die Jensen? Hé, hey, we spelen echt vals, joh. Kan niet anders. Hè? We gebruiken echt hacks. Cheats. Hier zien we het vanuit... Ja, hier, let op, hè. Oh, nog bijna mis. Oké, okay, kan nog. Ja, dit is echt bos. Hoho, schijnwerp! Zeg je dat? Kom maar, filmpje. Maken foto's, dansen. Chanten. Ik paas hem gewoon naar voren, maar hij kan gewoon gelukkig weer voor mij, joh. Ja, ik dacht het. Want ik begin met kerk opeens van gaan naar de bal terug. Gaat hij weer kappen. Yo! Dat doen ze altijd, hè? Overtreding.
Ja, nee. Joh, hier kon ik echt solootje 3, dubbele AK 3000. Oh, huh? Oh ja, je hebt echt moeten pasen, maar ja. Yo, dat deed je. Ja, ja. Dat je echt moet diep geven. Ja, dat deed ik toch ook, maar hij deed het niet. Yo. Druk de 30 keer. Toen dacht ik, ja, schiet ik me. Yo, hoe kan hij daar helemaal geven, joh? Ah, laat die joystick, jongen. De keeper krijgt geen tijd om die bal rustig te verwerken. Ze strijden om de bal. Fabian. Yo! Dat kan niet, man, echt. Echt drama. Hier! Ja. Weer van de streek! Lekker hoor. Wat doet hij? Hij heeft het Nederlands. Oh man. Hier, kijk wat er gebeurt. Kijk wat er gebeurt! Op de hoop. Hij is echt technicus, joh. Hey. Oh, dat kan je eigen doel. Ja, nu gaan ze serieus gaan spelen. Dat is lekker kut. Oh, fucking heerlijk. Ik ben me nu gaan concentreren. Oh. Zo, hoe snel is hij verdedigd? Yo. Wie was jij dan? Ja, Labiat. Oh, die is niet zo heel snel hoor. Meen je dit? Kiepertje aan de wand. Hé, hey, wat is dit? In één keer schoot hij hem, joh. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Wie gaat er nu mee vandoor? We maken tackles alles en ze hebben hem gewoon, hè. Oh, dat moet hij echt vaker doen, joh. Hoe kun je die niet op doel schieten, weet je wel? Wat doet Labiat? Wat probeert hij? Yo. Oh. Schop wel even. Laat gaan, je staat buiten spel. Ja, maar ja, ik kon niet laten. Hij gaat toch vanzelf? Oh ja, dat is echt bullshit, hè. Luis Holtby. Douglas Santos. Yo. Oh, hij kan echt niet schieten. Ik zal maar uithalen. De tackle is goed, maar is de bal alweer kwijt. Hey, schijt, het fluitje is die niet kwijt ofzo, of? Maar dat moet hij echt vaker doen. Maar hij liep veel te ver door, joh. Zo. Yo! Klik door. Nu gaan we die 5-2 maken, ja? Ja, maar hoe gaan ze dat weer wisselen waarschijnlijk? Let maar op. Ja, dat maakt niet uit. We gaan nu gewoon 5-2 maken. Ja. Of 2-5, spelen we uit of thuis? Spelen uit. 2-5 wordt het. Nee, dan wordt 2-4 thuis. Als we uitspelen. Wat zeg je nou allemaal? 2-4. En dan wordt 2-5. Dames en heren, de tweede helft is begonnen. Ajoep. Mogelijk een goede kans hier. Kijk wat ze allemaal doen, joh. Normaal, hoor. Laat je niet gek maken. Dat had een kans op kunnen leveren, maar die voorzet is veel te onnauwkeurig. Als ze dit goed kunnen uitspelen, kunnen ze toch slaan op de kant. Nog steeds aan het dribbelen.
Yo. Nou, nu zijn we eraan. Hij wacht ook gewoon totdat er zoveel verdedigers of aanvallers bij komen. Hij wordt tegengehouden. Nou schiet hij wel, hè? Nou schiet hij wel, hè? Hij pakt gewoon drie man van ons, hè. Keeper. Als we die ook nog meekregen. Ze zijn niet zo goed sterk langs de zijlijn, hè. Ja, je bent ook nog gedekt. De bal wordt voor het doel gebracht. Die bal weet geen medespeler te bereiken. De verdediging ruimt op. De ruimte voor een counter is er. Spelen ze dit uit? Yo. Overtreding hebben. Daar is de bal. Yo, laat nog even 3 meter lopen, joh. We moeten deze winnen. Yo, wat een poepschot was dat, eerlijk joh. Van de Streek. Ja, echt. Van de Streek is toch gewoon rechts, of niet? Van de Streek is toch gewoon rechts, joh. Kan niet, joh. Nee, oh, nog 2, dan is het 2-5. En Lobby had de CR gezet. Ja, hoor. Hoe lang gaat het nog duren, joh? Patrick, joh, staan. Ze hebben net al een kwartier van mijn leven gestolen. Zo. Kan ook gewoon niet, hè. Oh, levensgevaarlijk, joh. Penalty. Wat doet hij? Rode kaart. Rood, maar hij schoot ook gewoon meer choke, hè, die makkie nog. Ja, maar ja, hij kwam ook heel kloten. Nee, joh. Hij gaat gewoon naar voren. Jansen kan ook koppen. Jansen beste koppie, joh. Fuck, ik kan mijn koppen, alleen ik kom het niet goed. Wat doet die? Gek, joh. De paas wordt eruit gehaald. Gevaar voorbij. Yo. Nou, we gaan. Op die cameraman, joh. Van de Marel is wel goed, maar voor dat soort dingen niet, hoor. Nog net iets meer dan een kwartier te gaan. Jansen. Fabian. Yo, hij is echt bang voor de bal, hè, Makinok, joh. Maakt zich wellicht al op voor een schot.
omschakelmomenten waarvan moet je dat zien. Ja, ja! Hot, hot, hot. Nog eentje. Lekker hoor, lekker hoor. Misschien wordt het wel 2-6, kan ook nog. Zo. Gaat hij eerst moeilijk doen en daarna gaat hij opstaan. En hij redt in één keer weer. Dan maak ik echt niet voetballen, maak ik niks. Ga ik er echt niks, ik zweer het je. Dat is ook de laatste keer dat we hem erin zetten hoor. Alleen als we achter staan ofzo. We gaan keeper. Altijd loopt hij ook aan de aanval. Gooi mijn bakje nog, kijk of hij een ding kan eraan. Link kan. Ik ging gewoon naar voren. Yo, pff. Is er gewoon een ander of zo? Hier ben ik echt stil van. Mooi is dat als twee ploegen echt willen voetballen. Makkie nok, jongen, zag je hem? Tegenstander opgegeven. Ja. Lekker, lekker. Hoezo geef je ze op, joh? Ze zagen natuurlijk die skills van Makinok net op het einde. Oh, ja, en dan, weet je, dan schrik je. Eerlijk. Schrik je echt wel. Ik schrok zelf ook, hè. Oh. Maar dat soort dingen kan hij alleen maar als de bal gewoon stil ligt. Dan kan hij dat.